Hoi, mijn naam is Jami en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. En vandaag is het tijd voor een nieuwe aflevering van de serie Fashion Roulette. Mocht je de serie en het concept nog niet kennen, laat ik eventjes beginnen met een uitleg. In de serie Fashion Roulette heb ik een rad. En op dit rad staan allemaal prijzen. De prijs die ik draai wordt het budget waar ik die dag mee ga winkelen. Vervolgens heb ik nog een rad. En op dit rad staan geen prijzen, maar op dit rad staan allemaal winkels. Je begrijpt het waarschijnlijk al, de prijs die ik draai in combinatie met de winkel die ik draai, wordt de shopping challenge. Dat is wat we vandaag gaan doen, maar eerst gaan we draaien aan het rad. Ja, of gaat hij terug? Nee, hij blijft de monkey. Dus we gaan vandaag naar de monkey toe. Alleen de vraag is nog met welk budget gaan we shoppen. Fashion Roulette is nu veranderd en er staan nu allemaal prijzen op. Afhankelijk van de prijs die ik draai, dat wordt het budget voor vandaag. Dus ik zou zeggen, laten we een gaai geven. Zoals je kan zien is het budget 100 geworden. Dat betekent dat we voor 100 euro bij de Monkey kunnen gaan winkelen. Ik denk dat je met 100 euro bij de Monkey echt een hele leuke outfit kan scoren. Wellicht nog iets met accessoires. Dus tijd om te winkelen. Voor vandaag hebben we een budget van 100 euro bij de Monkey. Persoonlijk denk ik dat we er echt een hele leuke outfit mee kunnen gaan maken. Ook wat accessoires erbij, of iets van een jasje of iets dergelijks. Ik heb heel veel zin om te beginnen, dus ik zou zeggen, laten we naar binnen gaan. Op zoek naar een paar toffe items om een look samen te stellen. En ik zie al gelijk iets heel leuks. Ik hou hier wel van. Een soort van oversized retro top. Ik vind het heel leuk. Sowieso vind ik de hele monkey stijl echt heel cool. Een soort van urban-achtige stijl. Hoe duur is deze? Deze is 10 euro. Als ik een look wil samenstellen van 100 euro, wordt dat dus best wel moeilijk. Dus misschien dat ik op zoek ga naar een item die ik misschien nog iets leuker vind, iets prijziger, zodat ik iets makkelijker aan mijn budget kom. Ik vond het een beetje gek om te zeggen, ik ga op zoek naar een duurder item, want dat is meestal niet wat je doet, maar wel voor vandaag. Misschien had ik er iets van zo'n denimjackje bij neem, omdat ik dat en heel erg leuk vind. Staat heel tof bij de outfit. Deze is 40 euro, dus dat is gelijk een best wel groot deel van het budget. Ik hou me eventjes in mijn achterhoofd, ik ben nog niet zeker of ik hem wil meenemen, maar daar kan ik dan wel iets leuks mee doen. Dan heb ik een net iets leukere outfit dan normaal. En ik zie dat ze hier heel veel fanny packs hebben. Ik vind fanny packs echt mega leuk. Zo'n casual zwart is tof om mee te nemen, maar zo eentje vind ik ook wel heel erg leuk. Met van die ruitjes. Ik zie echt zoveel leuke dingen. Van die denk ik, oh, ik wil het allemaal meenemen. Maar ik ben eerst nog op zoek naar een paar toffe items waar ik de outfit als soort van basis mee heb. En dan ga ik kijken naar accessoires, maar ik hou deze wel in mijn achterhoofd. Ik moet het zeggen, ik weet nog niet zo goed wat ik wil qua looks. Ze hebben zoveel leuke items dat ik echt bij elk hoekje dat ik kijk denk, oh, ik wil dit, oh, ik wil dit, ik wil dit, ik wil dit. Zoveel keus. Het is echt alsof je zeg maar één boterham hebt en je vindt pindakaas lekker en je vindt duurpasta lekker en je vindt sandwichbread lekker. Je wilt allemaal. Ik vind zo'n broek ook wel tof. Ik hou echt van zulke lekkere broeken. Van cargo-achtige broeken. Ik zit even na te denken wat er leuk bij is. Ik vind dat chill, want 100 euro is echt een budget waar je echt iets leuks mee kan. Ik vind dat wel tof, want dan heb ik eindelijk weer een budget waar ik gewoon een leuke outfit mee kan shoppen. Dus dat is wel heel erg fijn. Ik neem deze mee, maar als ik deze jas hier zie, denk ik ook van, oh, ik wil je ook meenemen. Hoe duur is die? Die is 60. Dat is wel een groot deel van het budget. Deze is er ook. Ik vind deze eigenlijk ook wel vet hoor. Gaan we voor deze of gaan we voor deze? Ik vind dit ook echt een heel schattig jurkje. Deze is 25. Nou, het wordt moeilijk met het budget als ik zo hoog budget heb. Hoe duur is deze eigenlijk? Deze is 35. Oké. Okay. Nou, dat is misschien wel een mooie prijs voor een broek. Kan ik er iets van een leuke top bij nemen? Ik vind het wel leuk als ik een wat iets ruimere, meer baggy-achtige broek heb. Dat ik een iets strakkere top heb aan de bovenkant. Dus ik even kijken of ik daar iets voor kan vinden. Deze kleren met je wel heel lekker. Het is leuk trouwens, want ik weet dat Monkey zich heel erg bezighoudt met mental health. En ze hebben hier een collectie Embrace Your Feels. Dat staat er ook bij. Speciaal eigenlijk inspired op Mental Health Europe. Dit is geen reclamepraatje, maar oprecht. Echt een heel tof initiatief. Ik vind Monkey echt een heel leuk merk. Make oprecht. Geen spon. Oprecht dit. Oeh, ik hou echt van die grote ringen. Misschien kan je het zien, maar ik vind dat echt leuk.
Ik zit er misschien over na te denken om deze broek te skippen en toch voor iets van een denim lookje te gaan. Met een leuk denim jakje, want ik vind het heel leuk, maar ik vind het best wel moeilijk om hier echt een leuke top bij te vinden. Want er zou je een soort van crop top, halterachtige top nemen, maar dan kan je er ook weer geen vestje bij nemen. En dat vestje heb ik denk ik juist nodig om het budget te gaan halen. Ik neem dit denim jakje mee. Ik vind het wel heel tof omdat het een net een wat strakker model heeft dan de meeste denim jacks. En hij is wat langer. Ik neem wel een maat L, iets groter. Maar ik hou wel een beetje van die oversized look. Ik vind het wel leuk is om hier iets leuks mee te gaan doen. Het is echt moeilijk omdat ze zoveel leuke dingen hebben dat ik gewoon echt oprecht niet kan kiezen. Ik vind alles leuk. Ik heb de oplossing. Ik neem deze top met dit jasje. Best wel oversized, best wel baggy allemaal. Ik dacht het is leuk om daar een soort van mom jeans bij te nemen. Maar daar zit je met één probleem, want deze is 40 euro. Deze is 50 euro en deze is 15 euro. Dan zit je op 105 euro. Dat is 5 euro te veel. Dus ik zit erover na te denken om misschien een denim short te nemen. Omdat die toch goedkoper zijn dan een hele broek. En dan krijg je toch nog een soort vanzelfde look. Is meer een festival lookje, maar dan kan ik misschien nog een fanny pack erbij nemen. En dan is de outfit denk ik ook mega leuk. Ik denk dat ik zo'n shortje erbij neem. Het is echt een perfect zomer shortje. En pas super leuk bij zo'n top. Dus ik ga even kijken welke mijn maat is. Deze is trouwens 25 euro. Dus dat betekent dat ik nog budget over heb. Dit is de look geworden. Het is een soort van festivalachtig lookje geworden. Ik vind hem zelf echt heel erg leuk. Ja, het is ook heel erg leuk. Want ik heb nog nooit echt denim kunnen shoppen. Omdat denim meestal iets te prijzig was. Maar deze keer is het echt super goed gelukt. Het is echt een denim look geworden. Ik ben er zelf wel blij mee. Ook iets wat ik zelfs zou gaan dragen in de zomer. En het is gelukt. Ik heb alle items gescoord. Ik ben heel erg benieuwd hoe de look staat. Dus ik zou zeggen, laten we hem passen. Dit is de outfit geworden. Ik vind het persoonlijk tot nu toe de allerleukste Fashion Roulette outfit. Want het is echt helemaal mijn stijl. En ik vind het ook tof dat we een keer denim hebben geshopt. Want dat komt ook niet heel erg vaak voor. Vaak is denim nog net wat prijziger. Maar dat we dit jack en deze denim short konden krijgen voor die prijs vind ik eigenlijk top. Ik vind het ook heel erg leuk met die kleurencombi dat het blauw hierin terugkomt. Al met al, goed geslaagde outfit. En dat was het dan. Ik hoop dat jullie het een leuke Fashion Roulette aflevering vonden. Mocht je het leuk vinden, vergeet dan niet om te abonneren. En dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei doei!